Richard Whitehead werd 33 jaar geleden zonder benen geboren. Maar dat wil niet zeggen dat je geen marathon zou kunnen rennen. De Engelsman liep in 2004 zijn eerste marathon uit. In New York kwam hij op 2 prothesebenen na ruim 5 uur over de finish. Als wereldrecordhouder heeft hij nu een voorbeeldfunctie binnen de gehandicapte sport. There's lots of amputees that run like myself, but there's a few double-leg amputees. And hopefully by setting the bar so high that I can inspire other amputees to take part in running as well. Richard Whitehead werd door Sportkompas gevraagd om in Rotterdam aan de marathon deel te nemen. Deze organisatie promoot de gehandicapte sport, zowel in de topsport als in de breedtesport. Wij willen mensen aan het sporten krijgen en ja, we kunnen het wel vertellen, maar het beste bewijs is om mensen met een beperking actief te zien. Mede daarom hebben we Richard gevraagd of hij voor ons als ambassadeur wil optreden. Als wereldrecordhouder onder mensen met een amputatie koos Richard Whitehead niet voor niks voor de marathon van Rotterdam. Rotterdam is a very fast course and a history of having fast times. Being the world record holder for the marathon for leg amputee. I was looking to run a very quick time in the spring of 2010. So the Rotterdam race was very appealing for me. Zijn snelste tijd over de ruim 42 kilometer is 2 uur en 50 minuten. Een tijd waar een overgrote meerderheid van alle deelnemers aanstaande zondag van zal dromen. Maar volgens Richard Whitehead kan het nog sneller en hij is in vorm. This year I've set the world record twice for the half marathon. And last year I broke the world record for the full marathon twice. So I'm in very good shape and hopefully on Sunday I continue my progress and set another great time.